Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Dat is hem dan. De karkas van het lam. Luc, ik heb een lamskroontje nodig. Kun je mij laten zien op de karkas waar dat juist is en hoe dat je dat stuk eruit haalt? Want dat gaat niet gemakkelijk zijn. Dus hier gaan we de bout, ja, hup, de benen. En vooraan, aan de ribbenkast eigenlijk, de kant van de rug, hier zitten de kroontjes. Ah, ja, ja, oké. Okay. Dat zijn dan de schouders, poten, zogezegd de armen. Ja, ja, de schouders. En hoe krijg je dat in godsnaam eruit? Dat is eigenlijk het laatste stuk dat we moeten hebben. Ah, dus we moeten eerst de rest doen. Het lam volledig versnijden, okay, zodat we aan de kroontjes kunnen. Amai. Wat ik me afvraag, hè, Luc. Lamsvlees, dat wordt na een tijd schapenvlees. Ja. Vanaf wanneer hebben we het niet meer over lamsvlees, maar wel over schapenvlees? Eigenlijk, wij spreken van een schaap als het lam ouder is over 1 jaar. Oké, dus vanaf 1 jaar. Ja. Dus die beesten worden eigenlijk wel groot als al een volgroeid dier, een lam. Ja, inderdaad. Hier hebben we een stuk waar de kotletjes van gesneden worden. Ja. Voilà. En dat is ook heel lekker. Ja. Dat is een zadel eigenlijk. Ja, een zadel, dat is een zadel, ja. Nou. En de nek. Ook heel lekker als stoofvlees. Oké. Okay. En hier zit de kroontje, maar er zit nog wel een beetje te veel aan. Dus de ribbetjes gaan er nog af. Ja. En dat is echt zo heel mals dat je dat vast moet nemen. Of anders valt het uit elkaar. Ja. Zo mals dat dat is. Ja, ja. Ja, als je houdt van mals vlees, dan is het lamskroontje wel echt. Als je meer smaak wilt daarentegen, moet je gaan voor een schouder of een bout. Hè. Ja, inderdaad. En dat is zo'n beetje vergelijkbaar met de spijribs. Ja, dat wordt gebruikt voor een barbecue. Gemarineerd of gewoon gekruid. Lekker ook, hè. Nu begint het wel te zien. Hè. Dus nog enkel tussen de ribben hier en de vliesjes daarna af. Zeg, Luc, uw vlees dat heeft ook een label. Hè. Dat label heet Pastorale. Inderdaad. Dat moet een lam zijn van het vleesras. Ja. En ook op natuurlijke wijze gekweekt. Met natuurlijke voeders. Zo ecologisch mogelijk en diervriendelijk opgekweekt. Zalig. Ja. Is het zo klaar, Luc? Dat is eentje klaar. Dat is nu hoeveel ongeveer in gewicht? Ja, dat is ongeveer een halve kilo of drie kwart. En hele karkas, dat woog? 20 kilo. Dus je hebt er eigenlijk echt niet veel van, hè? Een kilo, een kilo en een half misschien? Ja, een kilo en een half. Ja. Amai. Daarmee dat de prijs ook drastisch naar boven gaat. Ja. Het is supermals, fel gegeerd. Ja. En je hebt gezien wat een werkskel erin kruipt. Ja, dat ook. Top. Dikke merci.